transport. Wil iedereen erdoor. We meuten bij elkaar. De cult die hagen naar. Maar het blijft altijd gezellig in Den Haag. In het Zuiderpark. Op de Haagse Markt. Daar kom je toch zo graag. In het Haagse Bos gaat iedereen weer los. Altijd wat te doen voor die zoen. Ja, ik kom toch graag in het mooie Den Haag. Geen verandering van spijs, geen verre, verre reis. Met de HTM kom je overal en snel. En ben je Haagse kak? Ja, in je nette pak. Je trainingspak is cool. Je hebt het Haags gevoel. Maar het blijft altijd gezellig. Het blijft altijd gezellig. Ja, het blijft altijd gezellig in Den Haag. Ja, u heeft geluisterd naar een Haags verleden. En het is een deelname lied voor het Songfestival in Den Haag in 2020. Het is een initiatief van de gemeente Den Haag. En Jacques Bral is de mede-organisator en de presentator. Hij heeft ook een muziekprogramma op Omroep West, radioprogramma, Broodje Bral. En Jacques Bral is geen onbekende voor de inwoners van de stad Den Haag. Want hij is cabaretier, hij schrijft boeken. En hij heeft Lashima Blondel Timmerman, dat is de Haagse zangeres die u net heeft gehoord, heeft hij uitgenodigd om een keer geïnterviewd te worden. Dat is 7 maart geloof ik uit mijn hoofd gebeurd. En mocht ze ook een liedje zingen. En Victor was erbij. En Victor Loriot komt uit Delft. Indische achtergrond. Kerkrade geboren. Die heeft het lied geschreven. In Haags verleden. En mensen kunnen nog steeds kandidaat deelnemer worden. En zich opgeven, aanmelden. Voor het Haag Songfestival 2020 in Den Haag. Je moet in Den Haag wonen. Je moet een Haagenees zijn, een Hagenaar. Je moet een lied zelf schrijven. Het onderwerp is Den Haag. Het moet in het Nederlands wat gezongen worden. Maar er mag ook wat in een andere taal worden gezongen. Het muziekgenre is vrij. Dat is niet verplicht om het in Nederpop te doen. Dat mag ook in Indo-rock. Het mag in Koreaanse pop. Het mag country zijn, soul, noem het rock, noem het maar op. Nou, vandaag is Goede Vrijdag. En het is een wettelijke feestdag. Dus iedereen is vandaag vrij. En nu is het 9 graden hier in Recording Studio Holland. 1962 in Utrecht, wijk Overvecht Noord. En het wordt maximaal 19 graden vandaag. Nou, ik doe nog even een oproep voor de maatregel intelligente lockdown. Houd afstand, lieve mensen. En regelmatig handen reinigen. Eventueel een mondkapje dragen. En vele maken er zelf een. Nou, winkels in de levensmiddelensector mogen eenmalig vandaag langer open zijn op Goede Vrijdag. Ja, omdat de winkels tijdens het paasweekend zijn gesloten. Houd er even rekening mee. Dus het zal wel een hordeloop gaan worden, want als alle winkels gesloten zijn en u komt er morgen achter dat u geen koffie in huis heeft of brood, of van mijn part niet kan koken omdat er geen eten in huis is, ja, dan bent u misschien aangewezen op thuisbezorgd. Daar heb ik wel een oplossing voor, want wij hebben Warring Pianobar en wij kunnen met ons team op bestelling hoofdzakelijk op dit moment Indische gerechten
en hapjes maken. Ook chendol natuurlijk. En dat bij uw voordeur laten brengen. We hebben daar een speciale bezorgservice voor. En het is contactloos bezorgen. Houd afstand. En betalen, contactloos betalen, vooraf via de bank. Het is al handig als u een bestelling doet voor een gezin of voor een familiebijeenkomst. En niet één zakje kroephoek bij ons bestelt. Want dat zal ik even vragen aan mijn knecht of die het wil brengen. En die heeft niks te vertellen. In ieder geval, het is ook nog zo dat wij, dankzij de twee managers in Zuid-Holland, hebben wij een contract, heb ik ondertekend als directeur, met de eerste foodhal in Den Haag. Nou, daar zitten een heleboel keukens in, pannenkoeken, alles. Patat, ook Indisch, Chinees, Italiaans. Dat zit naast het station. En ik moet nog even zelf aan de mensen vragen in Zuid-Holland om even met de foodmanager te overleggen. Want wij gaan natuurlijk het u niet aandoen als muziekfan van Lady Singer Ashima, Blondel Timmerman uit Den Haag, zangeres. Die heeft een schare fans, familie, kennissen, maar ook van vroeger nog fans, collega's. En doordat zij op de radio heeft opgetreden, heeft ze ook nog fans erbij gekregen. We gaan natuurlijk gewoon in de zomer ook nog muziek maken, live. En we gaan nu de catering, we hebben samengewerkt met Peter Lefeber, hele bekende. De beste cateraars van alle Indische Nederlanders vanaf dat ze hier zijn gekomen. Die werken hier aan mee, aan Warung Piano Bar. De beste muzikanten, wereldniveau. En wij maken dus zelf, produceren zelfs liedjes. Dus bent u een zanger of een zangeres? Heeft u een band? Wilt u uw eigen lied? Want dat is tegenwoordig heel belangrijk, dat je eigen lied brengt. Neem even contact met onze studio op. Dan kunnen onze liedjeschrijvers voor u allerlei soorten muziekgenres aanbieden. We doen het al jaren voor bedrijven. We doen ook workshops zingen. Opleiding voor zangeressen, prof. Ik zou zeggen, het wordt vandaag lekker een mooie dag. Denk even aan het feit dat u niet de hele dag uit huis moet zijn. Ik wens u een fijn paasweekend. Er is wat te doen in Den Haag. Namelijk op de Lange Voorhout in het Centrum is het paasmarkt. Nou, dat is geweldig. Dat moet u echt meemaken. Ik ga er niet naartoe, want ik ben zelf niet in staat om de deur uit te gaan. Ik zou zeggen aan alle muziekfans, ik doe de groetjes aan mijn lieve moeder. Die zit helaas even in een zorgcentrum in Huizen en die gaat daarna naar Patria helaas. Ik doe de groeten aan Greet de Vink en haar zoon Guus. En familieleden en kennissen. En Yvonne Grotings. En de muziekleraar. Daar ga ik ook nog eens een keer naartoe. Dat beloof ik. Ik kom zeker naar Roosendaal toe. Greet de Vink. Leuk dat je met mij vaak contact hebt. Ik doe natuurlijk de groetjes aan Rashima Blondel Timmerman, mijn collega. Ik zit hier in Utrecht en zij zit een paar kilometers verderop in Den Haag. We hebben alleen telefonisch contact, wij als band. Dat hebben we gisteren ook gehad. Ik doe de groetjes aan Victor Lorio, die zit in Delft. En natuurlijk doe ik de groetjes aan alle collega-muzikanten en collega-artiestenmanagers. En alle muziekliefhebbers. Ik zou zeggen, ik denk er even bij na, even bij stil staan, dat er heel veel mensen zijn die nu zwaar ziek zijn, die ontzettend veel pijn lijden en helaas ook nog vreselijk, op een vreselijke, pijnlijke manier de dood ingaan. En ik wil daarmee ook wel een warm hart toedragen aan de nabestaanden en alle mensen die daarmee geconfronteerd worden. En naast mensen die, wat betreft deze coronavirus, wil ik alle zieke mensen en alle mensen die net als ik op dit moment niet kunnen lopen, een warm hart toedragen. Mijn moeder zegt altijd, lief zijn voor elkaar. Laat ik dat in ieder geval elke dag weer als motto
nemen. Lief zijn voor andere mensen. En laten we in ieder geval bij stilstaan dat we vandaag vrij zijn. Hè, en dat we redelijk wat vrijheden hebben. En ik zou zeggen, geniet ervan. Pak een frisse neus. Ga weer terug naar huis als u niks meer te zoeken heeft buiten. Doe even een boodschap, omdat de winkels vandaag nog open zijn. En ik zou zeggen, geniet er met z'n allen van. Denk even aan een ander. Doe even een boodschap voor een ander. Of bel eventjes op. Laat even wat van je horen. Zet alles in het verleden wat krom is. Zet dat even aan de kant. Stap eroverheen. Sta erboven. En doe eens aardig tegen elkaar. Het is zo belangrijk, mensen. We leven in een tijd die ik nog nooit heb meegemaakt. Vanaf mijn geboorte in 1962. Een tijd die alleen mensen, onze voorouders, Indische Nederlanders, de Bersiap, daar moet je het mee vergelijken. Er vallen doden bij de vleet, met alle respect voor het woord doden. En het is niet leuk als je kerngezond bent, en of je nou oud bent of jong, en binnen 3 weken is het afgelopen met je. En voordat je dan in slaap wordt gebracht op de intensive care en aan de beademing, voordat je in coma wordt gebracht, dan heb je die angstblik in je ogen. En dat is ook niet leuk voor het personeel, voor de artsen. Ik weet heel veel over ellende. Daarvoor ben ik ook heel gelukkig. Want als je geen ellende meemaakt, kan je ook niet gelukkig zijn. Ik ben een man met hoge pieken en diepe dalen. En ik ben intens gelukkig. En op dit moment, mag ik ook eerlijk zeggen, gaat het lichamelijk niet goed met mij. Desalniettemin ben ik in staat om radio-uitzendingen te maken en liedjes te schrijven. En dat blijf ik ook doen. Einde bericht. En een goede vrijdag. Geniet ervan. Van elkaar. Lekker eten, lekker drinken. En deze cd die u net heeft gehoord, die is ook te bestellen, te downloaden via internet. Ik zou het zeker doen. Van harte aan te bevelen. Heerlijke muziek van onze Haagse zangeres Rashima Blodel Timmerman, geschreven door Victor Loriot en bij mij in de studio opgenomen. Ik heb daar zelf ook aan deelgenomen. Mijn naam is Eugene Simon en vandaag is er natuurlijk weer een videoparty. Tot dan!